In 2019 is het zover. 1 gemeente Altena. Nu aan het begin van 2018 komt het wel heel dichtbij. Nog 1 jaar de tijd om veel belangrijke zaken definitief te maken. Burgemeester De Boer noemt het een belangrijk jaar. Uitermate belangrijk. In ieder geval in deze regio hebben we daar zo'n 10 jaar over gesproken. Om te zien hoe dat we de gemeente bij elkaar zouden kunnen brengen of zouden ze wel moeten brengen. Nou, in 2015 is toen de tijd de kogel door de kerk gegaan. De raad hebben besloten om de stap te gaan maken. En sinds 2015 tot op de dag van vandaag is heel hard gewerkt om te zorgen dat we op 1 januari 2019 een succesvolle nieuwe gemeente Altena kunnen gaan tegemoet zien. Er is neem ik aan nog heel veel werk te doen. Er is nog heel veel werk is er al verzet, maar er is nog heel veel werk is er te doen. Denk maar eens een keer aan alle verordeningen, alle beleidsstukken die er zijn, moeten allemaal dus naar 1 gemeente worden geschreven. Onze ambtenaren moeten 1 organisatie worden. En natuurlijk wat in de samenleving ook al rondzinkt van waar komt het nieuwe gemeentehuis. Dat zijn allemaal van die vragen die dit jaar allemaal beantwoord moeten gaan worden. Ja, want ik neem aan als u als burgemeester op dit moment over straat loopt, dat inderdaad de meest tekenende dingen zijn. Iedereen altijd wil weten waar komt dat nieuwe gemeentehuis, wie wordt de nieuwe burgemeester. Ja, dat zijn met name als je bij een 60-jarig huwelijk bent, of bij de 50-jarig huwelijk, of gewoon op straat loopt, dan spreken de mensen aan en dat zijn inderdaad de bekende vragen. Waar komt het nieuwe gemeentehuis? Verliezen we onze eigen identiteit niet? En waar kan ik mijn paspoort halen? Ja. Maar het nieuwe gemeentehuis, dat is toch niet duidelijk, hè? Laat dat duidelijk zijn. Nee, dat is nog niet duidelijk. Er liggen een aantal scenario's liggen op tafel. Daar wordt nu druk onderzoek naar gedaan. De gemeenteraden moeten daar een uitspraak over doen. En ik heb het al eerder gezegd, in het eerste kwartaal van dit jaar, dus voor maart, moet dat duidelijk zijn. Want we zullen dan ook andere voorzieningen moeten gaan treffen. Denk aan de ICT, de computers. Nou ja, de leidingen moeten getrokken worden. Dus er zijn heel veel zaken die moeten gebeuren. En we willen wel dat het nieuwe gemeentebestuur, de nieuwe gemeenteraad en de bezoekers, onze inwoners, netjes ontvangen kunnen worden. Is het als een streven om per 1 januari 2019 ook een soort nieuwe identiteit neer te zetten dan? Nou, we hebben eigenlijk al die identiteit beschreven. Want op 1 oktober van 2016 hebben we in Almkreek een groot document ondertekend. En daar hebben we onze toekomstvisie met inwoners hebben we daar geschreven en opgeschreven. Dus in wezen is dat de nieuwe identiteit. En dat betekent veel samen doen. Een dynamische gemeente zijn met een plattelandskarakter, met heel veel kernen, 21 stuks, met hun eigen identiteit. En dat samenvoegen tot 1 nieuwe gemeente die Altena heet. Dat is een beetje de opdracht, maar wel economisch vitaal, voldoende werkgelegenheid, goed bereikbaar. En dat zijn dingen die denk ik uitermate belangrijk zijn voor de toekomst van deze nieuwe gemeente. Ja, en ik heb alle 3 de burgemeesters eigenlijk de afgelopen dagen ook horen noemen. Er zijn 21 kernen en die 21 kernen die blijven ook 21 kernen. Ja, als ik dan bijvoorbeeld kijk naar Nieuwendijk, om maar een willekeurig voorbeeld te noemen, dan staat straks aan de bebouwde kom van Nieuwendijk, staat er een groot met grote letters Nieuwendijk. En eronder met kleine lettertjes gemeente Altena. En die mensen hebben alleen dus een andere plek waar ze naartoe moeten gaan om hun paspoort op te halen of een bouwvergunning aan te vragen. En dat is het dan. Maar dat bestuur is nog steeds het bestuur dat net zo dicht bij de mensen wil staan als dat ze nu staat. Dus daar verandert op die manier weinig. Het is niet dat men wordt geknepen in subsidies. Er wordt natuurlijk altijd maar gekeken wat is toen de tijd afgesproken. Wat hebben we met elkaar overeengekomen. En dat is een nieuwe gemeenteraad die daarover een beslissing moet nemen. En ik ga ervan uit dat die nieuwe gemeenteraad, die 31 raadsleden, dat die ook heel veel beslissingen nemen in de lijn liggen van hetgene wat de 3 gemeenteraden nu met elkaar hebben afgesproken. Het wordt een hele mooie tijd, maar neem aan voor u als burgemeester ook een hele spannende tijd. Ja, het is best wel spannend. Op een aantal verschillende dossiers best wel spannend. Ik vind huisvesting bijvoorbeeld erg spannend. Maar het is ook een drukke tijd, want naast je reguliere werk als burgemeester heb je dan de fusie ernaast. Dat geldt voor niet alleen voor mij, maar ook voor alle collega's. Maar dat is, we doen dat er graag voor over, hebben dat graag voor over. En we doen in ieder geval ons stinkende best om te zorgen dat iedereen straks trots kan terugkijken op deze periode. Nou, daar zouden we in ieder geval heel erg blij mee zijn inderdaad. En dan is er ook nog in november natuurlijk tijd dat de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur staan. Ja, ik zei het, op dit moment hebben wij in deze regio met de 3 gemeenten 51 raadsleden. Dat worden er straks 31. En op 21 november kan iedereen in dit gebied naar de stembus gaan. En op de politieke partij en de persoon kiezen die de voorkeur heeft. Ja, en dan begint het onderhandeling en dan moet er een nieuwe coalitie komen. En dat zijn dan de 31 raadsleden die in de gemeente Altena de beslissingen gaan nemen. Dat betekent waarschijnlijk dat er in januari 2019 wel de eerste gemeenteraadsvergadering in Altena gaat plaatsvinden. Althans, dat neem ik aan. Maar hoe zit het met de burgemeester? Ja, ook dat is een bekende vraag. De commissaris van de Koning zal per 1-1-19 ook een waarnemend burgemeester benoemen. Omdat de nieuwe gemeenteraad moet vertellen waar moet die burgemeester aan voldoen. Man of een vrouw en wat voor profiel moet hij hebben.
Nou, en dan wordt een advertentie geplaatst. En dan komt over een maand of 9, duurt dat meestal, voordat alles in kannen en kruiken is. Benoeming door de kroon, door de koning. En dat duurt ongeveer zo'n 9-10 maanden. Althans, in mijn Rijksstad heeft dat 11 maanden zelfs geduurd. Maar dat betekent wel in die periode dat de stad zijn voorzitter moet hebben, zowel voor de raad als voor het college. Dus benoemt de commissaris van de koning per 1-1-19 een waarnemend burgemeester. Als de commissaris van de koning u zou vragen, zou u ja zeggen? En zullen we eerst maar eens even zorgen dat we deze periode netjes afronden voordat ik dat gesprek met de commissaris überhaupt zal hebben. Ja. Dat lijkt me een verstandig antwoord, ja, inderdaad. Ja, ik wens u in ieder geval heel veel succes het komende jaar, dit hele spannende jaar. En heel veel uitdagingen, denk ik. Zonder meer, heel veel uitdagingen. En ik wens jullie ook met ATV en ik wens in ieder geval alle kijkers thuis een heel gezond en voorspoedig 2018.